Rond 4:30 reed die shovel dwars door de muur van de winkel van het tankstation. De ravage is dan ook enorm. Of de daders iets mee hebben genomen, dat is nog niet duidelijk. De politie heeft in ieder geval de omgeving afgesloten om op zoek te gaan naar de verdachte. En bij dat tankstation is onze collega Koen Wijn. Koen, ja, wat zie jij daar? Ja, ik zie nu eigenlijk gewoon een stil leven. Daar kijk ik tegenaan, maar wel een heel apart stil leven. Er staat namelijk een shovel van zo'n 1 meter of 8 lang. Die staat nog voor de gevel. Overal liggen brokstukken verspreid en een heel groot gat. Zie je dus die gevel van dat Avia tankstation. En het is een heel bizar aanzicht. Het is dus de zijkant van dat tankstation. En over de shovel hangen nog zo'n reclamecel hangt daar nog. En daaromheen staan wat politiemensen. Er worden wat verhoren gedaan. Er zijn met 3 personeelsleden die lopen rond. Die nemen ook een beetje de schade op natuurlijk. Maar wat is er nou buitgemaakt? Dat is nog onbekend. En er gaat vooralsnog ook nog niemand naar binnen. Want je zei het al, er dreigt instortingsgevaar. Ja, jij zei personeelsleden. Waren die aan het werk vannacht of niet? Nee, die waren niet aan het werk. De luiken zijn ook gewoon nog gesloten. Het is een tankstation waar je 24 uur te lang terecht kan met een pinpas, maar niet bij de balie. Dus het tankstation was ook nog dicht. Hoe laat zij precies van plan waren aan het werk te gaan, dat weet ik niet. Maar ze staan hier nu wel te kijken, lopen rondom het pand om te kijken wat is de schade en wat is er ook buitgemaakt.